Wat een ellende allemaal, hè? Nou, kijk dan maar naar mijn programma. De talkshow waarvan we juist willen dat die doorbreekt. Dit is mijn programma voor u, jaargang 2, nummer 182. Afgelopen donderdag, meen ik, was je bezig met inpakken. Mm. Nu ben je geëvacueerd. Mm-hmm. Hoe is dat? Goed. Ik zit bij een goede vriend in Utrecht. In een flatje. En ik heb daar mijn belangrijkste boeken ondergebracht, publicaties. Daar schrok ik me kapot van. Het was iets van 40 kilo wat ik mee moest slepen aan mijn eigen geschreven rotzooi. Maar waarom moest dat dan mee? Dat is belangrijk. Dat heb ik gemaakt. Dat is mijn leven. Ja. Verder, weet ik veel. Dat waren eigen publicaties? Eigen publicaties en belangrijke foto's. Belangrijke videobanden. Belangrijke brieven. Belangrijke dingen, fax, computer, weet ik veel. Het moment waarop je hoorde dat jullie geëvacueerd moesten worden, hoe ging dat? Wat ging er door je heen, vraag je dan? Geen moer. Dat wil zeggen, ik begon zelf te bellen. Want ik ben iemand die graag, of die de neiging heeft initiatieven te nemen. Dus ik bel Rijkswaterstaat Arnhem. Ik zeg, meneer, hoe is de toestand van de dijken? Wanneer was dat? Ach, 4 geleden. Zo lang geleden? Ja, zegt die man, meneer, daar gaan wij helemaal niet over. Ik denk, godverdomme, ik dacht dat Rijkswaterstaat de dijken deed. Wat moet u dan doen? Nou, dan moet u bellen het polderdistrict Lek en Lingen. Ik woon in Culemborg, om dat maar te onthullen. Ik bel het polderdistrict Lek en Lingen. En het polderdistrict zegt, meneer, Culemborg ligt aan de Lingen. Ik zeg, nee, Culemborg ligt aan Lek. Nee, Culemborg ligt aan Lingen. Nee, Culemborg ligt aan Lek. Culemborg ligt al 700 jaar aan de Lek. Ja, meneer, dan moet u iets anders hebben. Want wij zijn wel polderdistrict Lek en Lingen. Is toch anders? Dat en dat nummer. Kreeg een nummer in. Ik weet bij god niet meer. Geldermals of Tiel. Ik bel die man. Ik krijg een uiterst vermoeide man aan het telefoon. Van welke instantie? Bij welke instantie zijn we nu beland? Nee, dat ga ik vertellen. Oh. Zegt die man, meneer, u bent vandaag de 57ste... Rijkswaterstaat heeft hier ooit gezeten, maar 5 jaar geleden zijn zij reeds verhuisd. Maar ze zijn vergeten het klappertje te veranderen. En wat het nieuwe nummer is, weet ik niet. Toen ben ik de politie gaan bellen. Ik zeg, politie, wat moet ik doen? Geen idee, meneer. Wacht u maar af. En op een gegeven moment zag ik op teletext van, u moet weg. Nou, beneden. Dus als je geen teletext hebt, ben je verloren eigenlijk? Radio ook. Nou, beneden verdieping ingepakt, die is nu met een verhuizer weg. Maar die organisatie is dus niet echt je dat, zou je kunnen zeggen. In het begin, het was een zooi, het was met geen pen te beschrijven. Niemand wist iets. In het begin, niemand wist iets. En dus op een gegeven moment heeft Karel van der Graaf, een goede vriend van me, die heeft een verhuizer geregeld in Amersfoort. En die heeft razendsnel de hele benedenverdieping ingepakt en de volgende dag weggesleept. Dus nu staat de zooi leeg. Helemaal? Nou, beneden. Maar denk je dat er nog wat gebeurt? Of dacht je dat er wat zou gaan gebeuren? Ik wilde niet weg. Ik dacht, ik geloof er geen flikker van. Ik ga gewoon helemaal niet weg. Maar de berichten waren zo alarmerend en het was een gedwongen evacuatie. En je kreeg een kogel door je kop, geloof ik, als je niet ging. Dus dacht, dan ga ik maar. Ik had niet weggewild, absoluut niet. Ik geloofde er geen flikker van dat er iets in Culemborg zou gebeuren. En dat gebeurde ook niet. Maar je moet toch weg? Ja, ik ben weg. Maar waarom denk je dan dat ze gedwongen evacueren? Nou ja, kijk, je hebt van die gasten, die heten dan dijkgraaf of dijkhertog of commissaris van de koningin of weet ik veel wat. En die denken het allemaal te weten. En die weten het ook allemaal niet, maar nemen wel besluiten. Dus je moet een bouwde uitspraak.
Maar nee, dat is dan door het hele land. Door het hele land is het zo. Maar luister, je moet weg. Ik kan er wel blijven. Maar op een gegeven moment komt de politie met een pistool op de borst. En meneer Vroon moet weg. Dus, ja, je vindt het dus belachelijk dat je weg moet. Ja. Maar zouden al die dijkgraven en al die instanties het nou verkeerd hebben? Het is mogelijk dat zij gelijk hadden gehad. Of dat het inderdaad misgaat. Maar ik heb nogal wat mensen gebeld. En ik heb vooral boeren gebeld. Mensen die daar al heel lang wonen, die verder ervaring hebben. Hè, die veel weten. Hmm. Hè, niet wetenschappelijk, maar gewoon van de natuur. En die mensen zeiden stuk voor stuk tegen me, Piet, voor zover ze me in die vorm kennen, blijf zitten, er gebeurt hier geen flikker. Hmm. Maar die moesten ook weg, die mensen die het... Ja. Maar wat is er dan in al deze dijkgravengevaren? Waarom denken al die instanties dat je wel weg moet? Dat is mijn vraag. Denk jij? Ik denk dat ze... Nou, ik kan niet zo erg goed denken, maar ik vermoed dat ze aan de ene kant het idee hebben... het gaat mis. Dus om die reden moeten we mensen beschermen. Maar ik denk dat het voor het andere deel ook iets achter zit in de idee van... wij zullen nu eens even laten zien hoe machtig wij zijn. En wie zijn wij dan in dat geval? De instanties? De dijkgraven, de burgemeesters, de hertogen... de commissarissen der koningin, de heer Terlouw... die ik vroeger nog heb gekend toen hij een verstandige fysicus was. Want dat is langzamerhand ook weer voorbij. Hij is nu een onverstandige commissaris van de koningin, vind je? Ja, vind ik wel. Waarom? Hij heeft beslissingen genomen... op momenten, naar mijn overtuiging, dat die beslissing niet genomen had hoeven worden. Welke beslissing bijvoorbeeld? Evacuatie. Er zijn alle mogelijke gebieden geëvacueerd. En mijn voorspelling hier en nu luidt dat geen van die gebieden overstroomd zal worden. Maar ja, die man doet dat toch niet zomaar. En toch ook niet zomaar om zijn macht of zijn spierballen te tonen. Of denk je van wel? Heb je aanwijzingen in die richting? Ik heb hem in geen jaren gesproken, maar ik heb het idee dat zo'n man... ja, dicht vaart op argumenten die door Rijkswaterstaat worden aangedragen. Terwijl Rijkswaterstaat niks weet. Die geeft een verkeerd telefoonnummer. En die weet ook niks. En de hele stand van zaken rond het weer... de te verwachten waterhoogte, de sterkte van de dijken... was van die aard dat hij dacht, ik moet het zeker voor het onzekere nemen. Dus ik trap al die mensen eruit. Dus in die zin snap ik hem wel. Maar aan de andere kant denk ik ook dat allerlei beslissingen... veel te snel en veel te voortvarend zijn genomen. Is het daarom dat de minister van Binnenlandse Zaken nu alles naar zich toe trekt? Want daar is ook al een glazer over, begrijp ik nu. Ja, die dijkstal wil geloof ik uitmaken... of nu een gehucht van 300 inwoners weer bewoond mag worden of niet. Iets in die geest. Ja. Ja, dat tekent natuurlijk een beetje de situatie. Baas boven baas, hè? Baas boven baas. Iedereen wil baasje zijn. Dijkstal ook. Ja, dijkstal. Ja, dijkstal, dijkgraaf, dijkhertog. Het houdt niet op. Dus die is nu weer in gevecht met al die andere gasten... Ja. Die al dan niet belastingvrij, weet ik hoeveel, vangen. Belastingvrij? Nou ja, zoals Hare Majesteit. Hare Majesteit komt dan langs. Ja, ik heb het te barsten gelachen. Wanneer? Wanneer is Hare Majesteit? Gisteren, vandaag, toch? Ja, maar in Limburg, toch? Was, of, ja, nou ja, Limburg. Dat is toch een beetje water daar. Ja. En het is ongelooflijk. Er wordt aan mensen gevraagd, was Hare Majesteit aardig? En dan zeggen de mensen, ja, natuurlijk. Dan zeg ik, ja, dat zal best. Dat mens, dat heeft 80 miljoen belastingvrij... plus nog de nodige kroondomeinen in Culemborg. Daar word je wel aardig van, vind jij? Daar word je aardig van. Ja. Maar de commissaris der koningin heeft niet een belastingvrij inkomen, toch? We moeten het niet te dol maken nu. Nee, maar die beschuldigingen, vind ik. Hè? Het zijn geen beschuldigingen. Het is natuurlijk een mengsel van... die man was bezorgd, terecht. En ondeskundig, zeg je. Nee, het hele zootje is ondeskundig. Het hele zootje? Natuurlijk. Allemaal? Natuurlijk. Rijkswaterstaat kon niet voorspellen hoe hoog de waterstand zou worden. Nee, maar dat klopt in Kampen ook al niet, hè, geloof ik. Geen ruk. Nee. Rijkswaterstaat kon niet voorspellen of zeggen hoe sterk de dijken waren. Nee, want die houden het. Jawel, maar we weten sinds 1976 dat er iets aan zou moeten gebeuren. Maar er gebeurt geen moer aan. Nee.
Rijkswaterstaat kan niet voorspellen in welke mate de dijken zullen doorsijpelen. Met andere woorden, de algemene... Kennis. Kennis. Onzekerheid over essentiële dingen in dit land ontbreekt. En dat is natuurlijk ongelooflijk in een zogenaamd hoogontwikkelde cultuur. Ja, het grappige is dat we de meest eenvoudige dingen niet weten. Terwijl we ze wel zouden kunnen weten. Ja, zeker. Hoe komt het dan dat zij dat niet weten, vraag ik me af. Omdat de hoge waterstanden dingen zijn die pakweg zich afspelen één keer in de 5, 6, 7, 8 jaar. Wij hebben de neiging, en ik denk dat de mens die neiging al 2 miljoen jaar heeft, of daaromtrent, of zolang die bestaat, om op korte termijn te denken, van het zal wel meevallen. Dat is de algemene tendens in het denken van Rijkswaterstaat ook. Het denken... Nee, terwijl Rijkswaterstaat algemeen zich zou moeten toespitsen op die 1 keer in de 7 jaar dat het gevaarlijk wordt. Ja, niet alleen Rijkswaterstaat. Je gaat natuurlijk praten ook over dijkverbreding. En dan zijn er meteen 128 miljoen mensen die mee bemoeien. Heb jij ooit zorgen gemaakt over die dijken bij Culemborg? Ja. En heb je daar wel, en waarom is daar dan niks aan gebeurd volgens jou? Want daar is ook een hele herrie om. Er zitten bochten in die dijk. Ja. En daar staan leuke huisjes. En sommige huisjes moeten dan worden afgebroken om de zaak te kunnen verbreden. He, richting rivier. Als je daar een taluut maakt, is er niks aan de hand. Maar dan zijn er allerlei mensen die zeggen van, ja, jezus, er lopen hier padden en er zijn allerlei ganzen en er zijn zeldzame bloemensoorten en die kunnen misschien wel verdwijnen. Dus dat moet vooral behouden blijven. En is dat echt de oorzaak van het feit dat die dijk er zo deplorabel bij ligt? Waterstaatkundig gezien dan? Ik denk dat de milieubeweging, met alle respect, plus de besluiteloosheid van de politici ervoor gezorgd hebben dat er aan die dijken niks gebeurd is. Maar je zou kunnen zeggen dat die besluiteloosheid van de politici dat ook, laat ik zeggen, technische fouten heeft veroorzaakt. Dus Rijkswaterstaat valt te blameren ook daarvoor. Ja, nee, ja. Ja, ja. Rijkswaterstaat is een uitvoerend orgaan. Rijkswaterstaat moet de politici volgen, of de algemene politiek. En als de politiek geen besluiten neemt, ja, dan gebeurt er niks. Heb jij ooit druk gemaakt over die kronkelige dijk met die leuke padden en die zeldzame bloemen? En wat gebeurde er dan? Nou, brieven over geschreven, niks. Aan wie heb je die brieven geschreven? Rijkswaterstaat. Ja, we weten nu dat die de politici volgt. Dat heb je mij nu zelf geleerd. Ja. Dus het was dat nou wel de instantie om die brieven naartoe te sturen? Nee, in kopie naar het ministerie van Vrom. Van Vrom? Vrom, vroeger. Kreeg ik een brief terug. En er stond op een gegeven moment in: de afdeling waar u uw brief gericht hebt, is opgeheven. En dat was de afdeling Kronkelige Dijkjes? Ja, afdeling Kronkelige Dijken, Waterstaatbeheer. Is Waterstaatbeheer opgeheven? Nee, de afdeling waarin ik het heen heb gestuurd. Welke afdeling was dat dan? Ja, weet ik veel. Ik stuurde dat naar de afdeling Dijkbewaking, Nederland voeten droog en weet ik veel. Heb je dit allemaal zien aankomen? Heb je daar ooit kont van gedaan? Ja, zeker. Ik heb ettelijke brieven geschreven. Ik heb heel vaak, ik woon aan Lek, heel hoog water gezien. Ik heb de dijken gezien. Ik heb de gaten aan de andere kant van de dijk gezien, de zogenaamde kwellen. En die dijk is namelijk heel hoog, maar ook heel smal. Dus die kan omdonderen. Ja. Dus ik heb wel eens brieven gezegd. Ik ben maar een leek. Ik mocht niet eens van mijn vader naar de Mulo. Moet je nagaan. Maar volgens mij dondert die dijk een keer om bij hoogwater. Dus doe er wat aan. Kijk een brief terug van ja, die afdeling is opgegeven. Wanneer heb je die brief geschreven? De laatste in 1988. Toen dat is heel lang geleden hoor. Ja, dat is 7 jaar geleden. En toen ben je maar opgehouden uit armoede? Ja. We hebben wel bij VPRO Radio, God zij met ons, een jaar geleden hierover gepraat. Met wie? Functionaris van Rijkswaterstaat. En die zeiden van, ja, wij moeten de politiek volgen en misschien hebt u wel gelijk. Maar ja, wij kunnen niet zonder de politiek. En de politiek kan niks zonder de bevolking. En de bevolking kan niks zonder inspraak. En ja, daar zijn wel miljoenen mensen bij betrokken. Dus de besluitvorming zou wel eens heel lang op zich kunnen laten wachten. En wat gaat er nu gebeuren, denk je? Geen moer. Weer niet? Nee, brengt niks hoor. Ja, maar goed, ze zullen nu toch wel iets gaan doen aan die dijken. Heb je daar... Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Dus het kalf is niet verdronken, dus valt er geen put te dichten. Nee, dat is wel waar. Maar nu zijn er zoveel mensen die te hoop lopen en die boos worden, dat ik denk dat men nu inderdaad wel begint aan dijkverzwaring, huisjes of geen huisjes. Nou ja, dus dan wordt het nu aangewerkt. Ja, wellicht. Of niet.
Kijk, over 3 maanden is het weer droog. Dan staan de uiterwaarden, die staan weer droog. Dan lopen de padden weer rond. En dus al die bloemetjes zijn er weer. En zeg maar, oh god, er is toch niks aan de hand? Je zei net de milieuorganisatie met alle respect. Wat bedoel je dan met alle respect? Omdat... Dat is een moeilijke zaak natuurlijk. Nou, in zoverre, die kronkelige dijken waar ik graag veel te hard met de motor overheen reed... De motor is inmiddels ook geëvacueerd. Oh ja? Ja, dat natuurlijk. Is het ergste voor je natuurlijk. Ja, dat is heel erg. Nou ja, heel erg. Nee. Je baby's. Nou, veilig. Joost, ze staan veilig. Hoeveel motoren zijn het inmiddels? 2. 2. Ik mag graag over die kronkelige dijken rijden. Hoeveel kilometer per uur dan? Hard. Dan krijg ik een douw, moet ik dat zeggen? Nee, nu zeg ik dat maar niet. Nee. Ga maar door, ja. Veel te hard. Die zijn natuurlijk heel mooi, maar je moet niet alleen denken aan schoonheid. Je moet ook en vooral denken aan de belangen van de mensen en de dieren die erachter wonen. En dat is ook milieu. Dat is ook milieu. En aan dat belang is verhoudingsgewijs veel minder aandacht besteed dan aan de schoonheid van de dijken. Want die is er onmiskenbaar. Het is prachtig. De Betuwe is heel mooi. En die wordt lelijker natuurlijk als die... Als de zaak wordt rechtgetrokken, huizen... Heb je dat ervoor? Dat moeten de mensen dus ervoor over hebben. Willen ze daar blijven wonen? Ja. Waarom rij je zo hard met die motor over die dijk eigenlijk? Dat vind ik leuk. Ja, wat is het leuke eraan? Heb je wel eens een ongeluk gehad? Ik heb met de parachutespringen... Ja, maar drie wervels gebroken. Ik heb met het skiën, een hersenschudding gehad. Ik heb een motorfiets plat gereden. Door schuld van een ander, maar dat doet er verder niet toe. Ik heb, Je houdt van ongeluk of hou je van gevaar? Ik hou van gevaar. En hoe is het om een ongeluk te hebben? Is dat ook prettig? Nee. Niet? Nee, dat is vaak waar, dat is vaak ongeveer waar het op uitdraait. Nee, doet zeer. Ja, maar waar het op uitdraait. Dus ja. Maar dat heb je er wel voor over? Nou, meestal toch niet. Als ik ga kunstvliegen, wat ik er nu aan doe. Kunstvliegen? Ja, ondersteboven, achterstevoren in een vliegtuig. In een Cessna? Nee, want dan breken de vleugels eraf. Oh, pardon. Maar waar vlieg je dan in? In een Fuji. Ah, Fuji. Een versterkte Fuji of een Pit Special. En dan breken de vleugels er niet af. Ja, en dan ga je ondersteboven. Ja, wat wil je zeggen? Ik liet je zin niet afmaken. Als ik ga vliegen in... Als ik ga kunstvliegen, zei je. Ja, vind ik leuk. Ja, maar dat is niet gevaarlijk? Ja. Wat is het gevaar daarvan? Het gevaar daarvan is dat je je hoofd verliest. Je hoofd verliest. Je moet je kop erbij houden. Je wordt high natuurlijk ook. Nee, als je je kop erbij houdt, kan er niets gebeuren. Hmm, maar als je kop er niet bij houdt, dan... Is het afval, ja. Zit je twee... alleen aan nee, de... Nee, met z'n tweeën. Oh, en die andere is een... Die heeft er iets meer verstand van dan ik. Maar, je hebt je brevet, begrijp ik dus. Verloren. Waarom? Ik heb ooit iets gedaan wat niet mocht. Wat dan? Onder een brug doorgevlogen. Welke brug? Een brug te ver? Ja, een brug te ver in Rotterdam. Een brug in Rotterdam? Ja, ik wilde indruk maken op het meisje wat daar woonde. En toen kachelde ik onder die brug door. En er was een vent en die schreef op de PH nog een dat. Is onder de brug doorgevlogen? Die is zaterdagmiddag om 2:55 onder die brug doorgevlogen. Dat mag niet. Ja, dat mag ook niet. Hoe lang geleden speelt ze dit af? Een jaar of 2 geleden? Nee, 66. Levenslang gekregen. Je brevet is levenslang afgenomen? Ja, ik heb wel een buitenlands brevet, maar zie je niet geldig. Maar... Vlieg je dan gewoon in het buitenland, toch? Nee, een vriend van me huurt hier een vliegtuigje. Ja. En dan gaan we z'n tweeën in. Dan zegt hij, nou Piet, ga je gang maar. Onder zijn supervisie? Ja, hij heeft het gehuurd. Oh ja, natuurlijk. Oh, ja. En dan vlieg je niet meer onder bruggen door? Nee. Ja, dat wil ik wel. Vorig jaar onder een Zeelandbrug. Wou je graag? Ja. En dan zegt die vriend, nee, Piet, niet doen. Nee, toen kregen we ruzie. Toen ging ik drukken. Tijdens het vliegen? Ik ging drukken. Kreeg je die knuppel? Ja, hij ging trekken. Hij zegt, ik heb mijn leven te lief. Dat gebeurt niet. Oh. Merk. Maar de Zeelandbrug, het is peanuts. Wat zeg je? Peanuts. Wat is peanuts? Onder de Zeelandbrug door. Ja, tuurlijk. Boven 5 meter, beneden 5 meter, links 10 meter, rechts 10 meter. Is helemaal niks. Wil je graag dood? Nee. Maar wat wil je dan? Het leven lief. Ja, maar dat blijkt niet uit het vliegen onder bruggen door... Het skiën met de hoge snelheid, het motorrijden met... Wat is dit gevaar, starten? Heb je dat van meet af aan al gehad als kind, al deed je dat soort rare dingen? Misschien wou je vader je daarom niet naar de MULO sturen. Dat hij dacht, het wordt me veel te gevaarlijk niet, allemaal. Ik mocht niet naar de MULO, ik moest naar iets anders. Wat is er nog lager dan MULO eigenlijk?
Ik weet het niet. Nee, Mulo vonden ze bij ons thuis al bedenkelijk laag. Het ging iets hoger op. De vraag... Waarom mocht je trouwens niet naar de Mulo, voor je vader? Mijn vader was molenaar, die kon het niet betalen. Oh, het was, niet, het was geen ethisch principe, maar nee, meer materieel. Ik kon niet betalen. Ging je toen niet naar de... Je bent toen naar HBS gegaan? Nee, ook niet. Maar even terug, dat gevaar. Gevaren zijn mij gaan interesseren toen ik in het leger zat. Ik heb ernstig overwogen om beroepsofficier te worden. Ik was reserveofficier. En ik heb de meest waanzinnige dingen in het leger meegemaakt. En ik vond het zo vreselijk leuk om te leven onder grote risico's. Onder beschietingen, onder alle mogelijke toestanden. Ik vond dat gewoon heel leuk. Op een gegeven moment komt er een vent bij me langs. Die zegt, Vaandrich, was toen Vaandrich. Ik heb hier een aanhanger en die zit helemaal vol met blindgangers. Misschien wilt u die wel leeghalen en poetsen op de schoorsteen zetten. Blindgangers, dat zijn van die mijnen waarvan je niet zeker weet of ze het nog doen. Nee, ja, precies. Ja, ja. En van die gezellige jongens. Ja. Van die gezellige jongens. Als de sodemieter weg was in Frankrijk, in La Coutine. En de hele zaak... La Coutine, ja. Ja, de hele zaak laten klappen. Dat kan niet hier. Nee, wat kijk je me daar... Wat bedoel je daarmee? Die man reed het kazerneterrein op met een aanhanger vol met blindgangers. En zei, Vaandrich, ik heb hier leuke blindgangers. Ja. Misschien is dat voor u wel iets om te poetsen en op de schoorsteen te zetten. Ja, ja, nee, zo gaat het dan daar in La Coutine. Daar hou je van dat soort situaties. Nee, daar houd ik helemaal niet van. Want dan breng je het leven van weet ik hoeveel mensen in gevaar. Dus die blindgangers zijn weggehaald en die hebben laten klappen. Maar als jij neerstort met zo'n versterkt vliegtuigje, dan breng je ook mensen in gevaar, toch? Ja, één keer. Ja, één keer, maar ik bedoel, ja. Bovendien was ik in de Maasvlikker, zo, wat dan nog? Ja, dat is waar, met die vriend. Maar die heeft zijn leven lief. Nee, ik was alleen toen. Ja, ja, toen was je alleen, ja. Ja. Wat voor school heb je trouwens, ben je nog gaan doen, toen je niet naar de Mulo mocht? Oh, van alles en nog wat, in alle mogelijke scholen. De een na het andere. En de ene universitaire opleiding naar de andere gevolgd. En de een wel afgemaakt, de andere niet. Hoeveel heb je er afgemaakt? Twee. Twee maar? Ja. Filosofie? Ja. En psychologie? Ja. Maar zo ongeveer hetzelfde? Nee. Wat is het verschil? Psychologie is het experimenteel vak. Probeer dingen via proefnemingen aan het licht te maken. Filosofie is een beschouwelijk vak. Ja. Hoe zit ons leven in elkaar? Wat is wijsheid, waarheid? Wat is kennis? Hoe zit het met ethiek, normen voor ooit het handelen? Maar ooit was, dus als je psychologie wilde studeren, moest je filosofie studeren. Ver voor de oorlog in de jaren 20 nog. Ja, dat is gescheiden of gesplitst in 19, weet ik veel, 46. Dus het heeft wel erg veel met elkaar te maken. Ja, zonder meer. Het heeft ook te maken met die drang van jou om op een of andere manier toch gevaar te lopen. Oh nee. Jawel. De filosoof Immanuel Kant ging elke dag uitwandelen met zijn, hoe heet het, huishouder Lampe. En geloof ik een hond. En die man die kookte voor hem en die man die heeft... ja, zelfs trappen gemeden, geloof ik, uit vrees. Maar er bestaat er ook zoiets als gevaarlijk denken, vind ik. Wat is gevaarlijk denken? Nou ja, roekeloos nadenken over de dingen. Dat bergt ook een soort gevaar in zich. Onverstandige beslissingen nemen? Nee, ik heb het niet eens over beslissingen, maar denken. Is dat wat je eigenlijk het liefste doet? Ja. Ja. Denken en sporten. Maar is dat sporten ook een manier van nadenken? Of... Nee, gewoon in conditie of is dat blijven. Voorkomen je... Nee, in conditie blijven. Ik ga elke dag op een manier rollen en dan kom ik op ideeën. En het eerste wat ik doe als ik terugkom... is aan de keukentafel mijn ideeën die opkomen tijdens het rollen opschrijven. En daar beleef je vreugde aan? Ja, want dat is weer een half hoofdstuk in een boek. En dan nu de broodnodige boodschappen. Daarna praat ik verder met psycholoog Piet Vroon. Dus blijf bij mij, blijf op 5. Gratis telefoon seks voor vrouwen 064611. En mannen bellen 069894. Voor nog meer seksplezier 069894. Cyprus. Rustig vakantieland. Vraag de gratis brochure. Wij vroegen deze chef-koks ons hun vuilste schalen te brengen. Om te bewijzen dat Sunmicro schoner wast.
Zelfs schaal op schaal op schaal. Sunmicro met geconcentreerde waskracht maakt in één keer korte metten met de hardnekkigste etensresten. Vertrouw op Sunmicro. Veilig voor uw decoraties en zilver. Sun. Schoner kan het niet. Morgenavond nemen we u mee naar de erotische wereld van bed en andere geheimen. Ik zou me hier gelukkig voelen in mijn blootje voor iedereen. Naast een onthullend interview met een bekende Nederlander maakt u een opwindende ontdekkingstocht langs het nachtelijk uitgaansleven van een stad. We hebben toch weer even de link naar de dieren gelegd. Waar liggen jouw grenzen als het om seks gaat? Het gaat niet zozeer om de seks, maar om het hele sociale gebeuren omheen wat mij enorm aantrok. Bed en andere geheimen. Morgenavond om 9:55 bij RTL 5. Kinderen, leuk dat jullie er zijn. Ja, zo zie je elkaar eens in de 3 jaar en zo zie je elkaar nooit meer. Maar genoeg getreurden. De erfenis. Ik heb natuurlijk niet stilgezeten. Louise, chérie. Bonjour. Kijk, Robert, ik had jouw inkomen na dat raceongelukje nog jaren kunnen aanvullen. En ik had jullie van een riant pensioen kunnen voorzien. Maar het geld is op. En bovendien, ik ben de Amersfoortse niet. Dit is mijn familie. Mijn moeder, mijn vader, mijn kleine zusje. En dit is mijn kamer. Dat is onze Macintosh. En hierop staat mijn encyclopedie, waar ik veel van leer. Dat is het avondeten. Mijn vader doet de boekhouding, mijn moeder maakt de rapport af. En kijk, ik film mijn vader op de Macintosh. Performa, de Macintosh voor thuis. Ik heb zelfs mijn eigen vliegtuig. Bel voor informatiepakket 060784. Cyprus, boeiend vakantieland. Vraag de gratis brochure. Van melk, karamel, druivensuiker en een dikke laag melkchocola die je de energie geven waar je om vraagt. Mars, haal eruit wat erin zit. Denken, risico lopen, gevaar. Je had een grootvader die bij jullie in huis woonde en die meerdere malen geprobeerd heeft om jou als kind een kopje kleiner te maken. Dat weet ik veel. Ik weet van die dingen. Dat hoor je wel eens. Dat is 1 keer gebeurd. Nou en? Dat, ja, nou. Wat is 1 keer gebeurd? Nou, ja, net als dat vliegen onder die brug door. Ja, hij heeft 1 keer geprobeerd mij te verzuipen. Die man die en hoe oud die was je toen? Als even 4. Of 4. En dat weet je nog? Jawel, god allemachtig. Ja, dat weet ik natuurlijk, weet ik dat. Wacht even, grootvader woonde bij jullie thuis. Ja. Grootvader wilde jou als kleuter verzuipen. Ja, die was diep, that's all. Die was diep in de 80. En die man die was randpsychotisch. Heel somber en die hoorde stemmen. En die stemmen zeiden, Piet Vroon is een satanskind. Waarin hij volkomen gelijk had. Was jij een satanskind? Nou, vind ik wel, vind ik nog, ben ik nog. Satansvent. Maar waarom Satans kind? Nou, dat weet ik niet precies. De man is dood, kan het niet meer vragen. Wie zegt hij had gelijk? En ja, toen heeft hij je verzopen of geprobeerd te verzuipen? Als ik hem had verzopen, had ik hier niet gezeten. Nee, maar goed. Toen heeft hij me in Gorinchem in het kanaal van Steenhoek geflikkerd. En daar ben ik door iemand uitgehaald, want ik kon niet zwemmen. Nee, 4. Ja. En wat vonden vader en moeder daarvan? Of? Mijn kleren zijn toen gedroogd bij een vrouw die toen al diep in de 80 was. Dat werd toen om een hekje, herinner ik me zo, om de kachel gehangen. Er was geen centrale verwarming. En ik kwam dus verfrontvaart thuis. Maar mijn moeder met name had zo'n ontzag voor haar vader. Dat was die opa? Ja, precies. Dat
ze daar eigenlijk niks van durfde zeggen. Die man die terroriseerde het gezin. Meneer, nu gaat u een beetje te ver. Probeerde alleen het kindje des huizes te verzuipen, maar terroriseren. Eén keer maar. Ja, één keer maar probeert te verzuipen. Ja. Eén keer maar. En hij heeft een keer je hand gebroken. Hoe weten jullie dat? Tja, heb ik ook gehoord. Hij kreeg weer een aanvechting. Ja. En toen weerstond hij die aanvechting door heel hard in mijn hand te knijpen. En of hij hem gebroken heeft, weet ik niet. Ik weet alleen dat hij heel zeer deed en dat hij in het verband moest. Maar ik weet niet of ik je ontrief, maar dit zijn niet normale scènes uit een reguliere opvoeding. En wat dat dan? Nee, nou, wat dat dan? Meneer. Het is heel raar. Een opa die stemmen hoort, die vindt dat jij een Satanskindje bent. Wat je ook nog beaamt. Mm. 53 jaar na dato. Ja. En papa en mama vonden dat dus ook. 51 jaar na dato. Ja, die vonden dat dus dat een... Ja, mijn ouders waren heel lief. Maar die hadden hun eigen geschiedenis. En die waren allebei zwaar depressief en suïcidaal. Dus die hebben heel veel pogingen tot zelfmoord gedaan. Waar jij bij was? Ja. En die pogingen zijn verijdeld door de gaskraan dicht te draaien. Door jou. En dat deed ofwel mijn broer, ofwel ik in wisseldienst. Wij wisten waar de hoofdkraan zat. Dus vader legt aan het gas. Als ze aan het gas gingen, had je een rooster. Dan zei ik, Jos, daar zit de hoofdkraan. En draai dan die kraan even dicht. Ik ga vanavond naar de bioscoop. Kan er niks gebeuren. Of ik draai de kraan dicht. Ja. Hadden ze geen andere methodes ontdekt? Jawel, verzuipen. Oh, dat is toch altijd, zit in de familie een beetje? Ja, dat is eerder gebeurd. En godsdienstwaanzin, hè? Nee, ja? Maar het waren dreigingen. Het verdrinken is nooit gebeurd. Het waren dreigingen van wij gaan ons nu verdrinken. Maar dan kwamen ze een kwartier later weer terug. Was toch te koud? Ja, misschien wel. Er was geen café in de buurt, weet ik veel. Dronken ze veel? Nee, geen druppel. Maar er zat wat godsdienstwaanzin in die familie. Ja. De familie Hak, toch? Jezus. Nou ja, dat is zo raar. Nee, wat weet wat, je? Bent al, jouw, moeder was, jouw moeder was geparenteerd aan de Hakjes. Ja. Die van die ja. Martine Bijl. Nou, ja, nou, familie. Ja, precies. Hak. Nou, een deel. U moet de groente van Hak hebben. De groente van Hak. Nou, die waren deel, allemaal een deel van de familie Hak was godsdienstwaanzinnig. Ik ging daar die logeren. Die godendoppertjes. Ja, ik ging daar logeren in de zomer wel eens. Ik herinner me de zomer van 1951. Ik was toen 11. En toen was er een huisbijeenkomst. En toen ging men een scenario bedenken en uitspreken van op de jongste dag, die zo mooi in de Bijbel beschreven wordt, dan moeten wij even afspraken maken wie welke buurman een kopje kleiner maakt. Want we zullen God een handje helpen. Oh, nogal macro-religieuze opvatting van conservengroenten, hè? Zou je kunnen zeggen. Maar 1951. Ja, dat waren andere meer tijden. Merendeel van die mensen zijn dood, weet ik veel. Maar het gebeurde wel. En ik zat daarbij, geschrift. Ja. Ik moet misschien iets meer weten van de menselijke geest. Dus toen ging ik maar filosofie lezen. Juist, al als scholier. En, nou, eigenlijk vanuit de hak. En later vanuit de hak traditie. Ja, en thuis. En thuis, van, opa. Wat gebeurt er had opa gelijk om mij te verzuipen. Precies. Ja. En wat gebeurt er allemaal in die koppen? Wat is er met de broer eigenlijk gebeurd? Welke broer? Jouw broer. Ja, welke broer? Ja, ik heb er twee. Nou goed, alle de gaskraan dichtdraaien. Uitstekend. Die is nu bezig aan zijn tiende beroep. Die woont en werkt in Groningen. En dat gaat heel goed. En een andere broer? Die is 10 jaar jonger. En dat is een hele brave neuroloog. Oh, keurig allemaal terecht te komen, toch? Maar jij wilde weten wat de zin van het leven was. Of de zin van je eigen leven. Ik kreeg op een gegeven moment een zekere behoefte om daar iets van te begrijpen, ja. Dat was op je? 11e? Nou, nee, toen mijn grootvader stierf. Dat heb ik meegemaakt. Toen dacht ik, nou, dat ik toch een beetje begrijp hoe het zit. Hoezo, waarom was dat een tragisch verscheiden? Nou, daar was ik bij. Want mijn ouders waren allebei ziek. En, dus ik heb dat zien gebeuren. En dus hij is door een Satans kind eigenlijk naar zijn einde begeleid. Ja, ik zie het even vanuit het perspectief van de opa. Satans kind was toen heel religieus. En dat ging toen op zijn knieën zitten. En dat sprak het gebed dat Jezus op een gegeven moment heeft uitgesproken over Lazarus. Want ik dacht, dat red ik wel, die vent is dood, maar dat regelen we even.
Dus ik ga even bidden en dan wordt hij wel wakker. Hij staat weer op. Maar die werd kouder en kouder en stijver en stijver. Dus ik dacht, dat wordt niks. Dus ik fiets naar mijn oude oom Jos, die inmiddels ook dood is. Op 91-jarige leeftijd. Zeg, ik geloof dat opa dood is. Nou, ja, je ouders lagen ziek thuis? Doodziek, ja. Van wat nou weer? Ja, die waren toen doodziek. Griep? Nee, wel nee. Die hadden de dubbele longontstekingen, weet ik veel. En de broertjes waren er ook niet? Geëvacueerd. Maar weggestuurd. Pardon? Oh, die waren weggestuurd vanwege de ziekte? Er was er één vanwege die ziekte. Ik was de enige die thuis was. Ah. Ben je de oudste of de jongste? Ja, oudste. Oudste? Ja. En je kon hem niet uit weer tot de levende wekken, nee, ondanks het gebed van Jezus? Nee, lukte niet. Wanneer is die religie... is die weggegaan? Of... Nooit. Ben je nog steeds even religieus als dat jongetje van 11? Nee. Maar nee, anders religieus? Nee, ik ben anders religieus in de zin dat ik mateloos geïnteresseerd ben... in de vragen waarom mensen theorieën over alles willen hebben... en op welke manier die theorieën over alles samenhangen met hun sociale omstandigheden... leefomstandigheden, klimaat. Dus bijvoorbeeld een heel groot verschil tussen de oude religie van Egypte... en van het voormalig Mesopotamië, tegenwoordig Irak. Je denkt dat dat klimatologisch zo... Ten dele. Ja. Nou ja, die Joodse godsdienst is natuurlijk door het warme klimaat bepaald, zou je kunnen zeggen, al die regels. Ja, en door het feit dat het Joodse volk altijd verdreven is, van de ene plek naar de andere moest. Dus ze hadden een verplaatsbare tempel. Maar of nou, kijk, ik denk dat dat klimaat wel de regels beïnvloedt, maar toch niet de religiositeit aan zich. Nee, maar wel de structuur die de religiositeit aanneemt. Ja, de uiterlijke structuur die de religiositeit aanneemt, ja, dat zeker. De vorm. Ja. En die sporen vind je ook bij het Joodse volk. En ook bij die Calvinisten in de Alblasse Waard, waar jij vandaan komt. Want die moesten allemaal spitten in die zware grond. En die waren aangewezen op klei en regen en weet ik veel. Dus jouw wezen is door deze, zou je kunnen zeggen, van enerzijds religie. Anderzijds ook inderdaad het weer, het klimaat van die plek waar je opgebracht bent. Grootgebracht. Jawel, maar het samenspel, het samenstel... was dat ik zoveel verschijnselen zag en hoorde die mij verbaasden... Toen al, dat ik me begon te interesseren voor twee dingen... die het hoofdpunt vormen in het werk van de filosoof Immanuel Kant. Hoe zit de sterrenhemel boven ons in elkaar? En hoe zit onze ziel in elkaar? En dat is begonnen, die belangstelling, toen ik 11 was, 12. Maar toen wist je het intuïtief, want toen had je Kant nog niet gelezen in de Kant. Nee, maar 1 of 5 jaar later wel. Ja, toen begreep je wat je toen bezig al hield. Ja, via toen was Kant. Ik Kant, Spinoza, weet ik veel. Al die gasten. Ik heb ooit een tentamen moeten doen over Spinoza. Grappige anekdote. En toen zei professor, wat is de definitie van liefde? Toen zei ik, liefde is vreugde verbonden met een oorzaak van buiten... En de man keek mij zeer bestraffend aan en zegt... meneer Vroon, u hebt Spinoza niet gelezen op de manier zoals hij gelezen moet worden. Wat staat er in het Latijn? Ik denk, godverdomme, wat staat er in het Latijn? Amor est citellatio concomitante idee externe cause. Ofwel, liefde is jeuk verbonden met de oorzaak van buiten. Maar wat was het geval? De vertaling die ik had gelezen was een vertaling van Nico van Zuchtelen... en die wilde liefde niet als jeuk vertalen... Want dat vond ik te plat, als lust, maar dus als vreugde, terwijl het gewoon jeuk is. Ja. Wat wilt u hiermee zeggen, professor? Dat wij mensen de zaken natuurlijk doorlopend belazeren en bedriegen. Plato, bijvoorbeeld, die heette helemaal niet zo. Pardon? Plato heette Aristocles. En Aristocles betekent de opschepper. Iedereen noemt hem Plato. Wat wil je nou hiermee zeggen? Dat wij onszelf bedriegen, maar ook de geschiedenis doorlopend vervalsen. Tot en met. In alle opzichten. We kwamen af van jouw religieuze bewustzijn. Dat is er nog steeds, ja. Zeg je maar. Religieuze belangstelling. Ja, maar niet meer religiositeit. Nee. Ik weet niet hoe het zit. Je weet nu hoe het zit? Of... Ik weet niet hoe het zit. Je weet niet hoe het zit. Nee. Maar zou dat dan niet de reden zijn om juist weer te gaan geloven? Waarin dan? Dat weet ik niet. In God? Je hebt toch ooit in een God geloofd? Ja. Dat is verdwenen? Ja. Wanneer? Met Kant? Nee, dat is verdwenen. Toen mijn doodzieke moeder na het sterven van mijn grootvader... werd bezocht door een in het zwart geklede ouderling...
daarna ging ik naar haar bed. Zij lag daar te huilen. En ik zeg, waarom huil je? En toen zei mijn moeder, die man kwam langs en die zei, dit is de vinger Gods die jullie komt straffen. Toen dacht ik, zo'n God hoef ik niet. Nee, dat gaat ook wel heel ver. Dit is buitengemeen vreed. 1949, maar het gebeurde wel. Ja, ja. Het was het afgelopen. Ja. Nou, afgelopen. Ik ben later op catechisatie geweest. En weet ik je hebt wel gezocht. Jawel. Ik... Ja, ja. Nog? Ja. Nog steeds. Want als je, met de want je hoopt dat hij bestaat natuurlijk. Je hoopt dat God bestaat. Nee, waarom? Of zoiets, ik weet niet. De God van je jeugd. Of... Nee, waarom? Waarom zoek je dan nog steeds? Je zoekt toch naar iets wat misschien bestaat? Ik zoek naar de vraag of er een structuur is achter dit alles of niet. Een systeem, een intelligentie of wat dan ook. En dat weet ik niet. Maar ik ben bezig gebleven tot mijn 20ste. Ik kreeg een ruzie met de dominee. Want dan had je de catechisatie. En dan kreeg je de Bijbel. En dan haalde ik allerlei valse Bijbelvertalingen eruit. Het boek Job en het laatste oordeel waar een grote fout in staat. Een vertaalfout. En op een gegeven moment ben ik van de catechisatie geschopt. Waarom ben je dan geen theologie gaan studeren, maar psychologie? Omdat ongeveer het tegendeel, lijkt me. Nee, psychologie gaat over de vraag hoe zit de menselijke geest in elkaar. Dus dat is algemener. In plaats van wat is de zin van het leven? Nog algemener, ja. Ja. Het omvat alles, ook de zin van het leven. Als er nou zoiets gebeurt, hè, je wordt geëvacueerd door mensen aan wie je verstand je toch twijfelt. Zeker ter zake van dit feit. Heb je dan ook niet de pest dat je het toch gehoorzaamt? Op je albelastwaardse wijze? Ik had natuurlijk gewoon moeten blijven. Ja, want nu heb je toch ook toegegeven aan hun domheid. Ja. Althans, in jouw visie. Ja. Waarom doen mensen dat? Of ik kom geen tweede keer. Nee, nu gaan ze die dijken wel ophogen. Maar zul je hier niet levenslang spijt van hebben dat je deze domoren... Wel, nee. Over 3 maanden ben ik het allemaal weer vergeten. Denk je? Jawel, maar het probleem is... 3/4 van de mensen ongeveer is gehoorzaam. Jij als je aan mensen vraagt, wil je een rat onthoofden? Dan zegt iedereen nee. Want ik ben lid van de dierenbescherming, dan wel van de CDA of nog erger van beide. Maar als je dat mensen vraagt in een laboratorium... met figuren in een witte jas en weet ik veel wat voor flauwekul... dan doen mensen dat. Jij dus ook? Jij gaat ook weg? Ik heb het gedaan, ja. Ik was gehoorzaam. Maar heb je daar de pest over in of zeg je, ach, nee, dat moet ook wel? Nee, ik heb er de pest over in. Je vindt het stom van jezelf? Ja, stom. Denk je dat een heleboel mensen het nu eigenlijk een beetje stom van zichzelf vinden? Ja. En hoe kan deze woede nog een baan vinden, professor? Professor? Pardon, Piet. Ja, Piet, ja. Ik denk dat dat zich een weg vindt... in nog meer minachting voor de parlementaire democratie... nog meer minachting voor autoriteiten... nog meer minachting voor de politiek... nog meer minachting voor de medemens... die misschien wel hele goede dingen bepleit. Ja. En dat dus sociale onrust, onvrede... haat en dergelijke, waar we geen van allebei gebaat zijn, hierdoor wordt bevorderd. Een verrechtsing, een verbittering. Ja, daar ben ik bang voor. Ja? Ja. Merk je daar al iets van? Spreek je buurtgenoten, spreek je mensen uit de polder? Natuurlijk. En wat zeggen die dan? Die praten, zeggen van, nou ja, de politici is niet te vertrouwen... en de dijkgraven of dijkhertogen zijn niet te vertrouwen. Rijkswaterstaat weet niks. Dat klopt ook. Want ik heb meegemaakt een telefoon en gepen te beschrijven. Dus je krijgt een soort algemene onvrede... gebrek aan vertrouwen in de ander. Althans, vooral in instanties. En dat is niet best. Als er zo'n actie wordt gehouden gisteravond, hè? Met allemaal, met Linda de Mol. Een Henny Huisman. Nee, maar een André Hazes, toch niet de minsten. Voel je dan gesteund? Of denk je, ik wil niet door deze mensen gesteund worden? Absoluut niet. Want het heeft André Hazes drinkt nog meer bier dan ik. Nee, maar je begrijpt wat ik bedoel. Deze Garitas, vind je dat dan vernederend op zo'n moment? Of denk je dat mensen dat ook... Dat is allemaal onzin. Die mensen moeten zendtijd vullen.
Ja, maar jij bent dus een van die gedupeerden. Een van die mensen voor wie zij optreden. Voel je dan... Heb je er iets van schaamte dat dat moet gebeuren? Of denk je nou toch wel aardig dat die mensen dat doen? Het interesseert ze geen ruk. Ze doen het voor hun eigen imago. Maar heb je daar ook bijvoorbeeld met buurtgenoten of mensen over gesproken? Nee, alleen met mezelf. Ja, en dan zeg je tegen jezelf, dit is vreselijk of zo? Nee, dit is walgelijk. Ja, ja. Vind jij echt? Ja. Voel je, is het nu iets wat ik aan je opdrink of vind je dat echt? Ik zeg altijd wat ik denk. En dan krijg ik het ene kort geding na het andere. En het interesseert me ook allemaal niet. Nou, hier krijg je toch geen kort geding, man. Nee. Ik zeg wat maar ik het denk. Feit dat dus, kijk, aan de ene kant is het dus, zeg jij, algehele stupiditeit. Hè? Aan de andere kant zien we dus gebrek aan kennis, hè? Nou ja, dat is stupiditeit natuurlijk. Nee. Dat is toch raar? Stupiditeit betekent dat je verstand niet gebruikt. Maar het is niet malicieus. Of denk je dat wel? Ja, het is wel een beetje malicieus. We hebben het nu over de autoriteiten. Er zit een element in van ik zal eens even laten zien hoe machtig ik ben. Denk je dat nou werkelijk? Ja. Maar waarom denk je dat? Omdat ik een aantal van die gasten ken. En daarmee heb gesproken. Kortelings? Half jaar geleden. En wat was het onderwerp van gesprek toen? Het universitaire beleid met meneer Bolkestein. Ja, pardon? Geef het toe. Nou, Bolkestein zei van God, ik heb gehoord dat u uw doktersbril hebt ingeleverd. Van, is er misschien iets aan de hand aan de universiteiten? En toen klapte ik compleet achterover. Ik denk, God allemacht, hoe is het mogelijk dat die man dat niet weet? En die zegt van, ja, luister eens, de universiteiten bevatten een zodanig klein percentage van het budget. Ik weet er helemaal niks van. Vertel eens wat er aan de hand is. En ik vind het natuurlijk ongelooflijk dat zo'n man die zo lang in de kamer zit en gewoon openlijk blijk van geeft, althans tegenover mij, dat hij daar niets van weet. Geen bal. Geen moer. Toen heb ik een aantal voorstellen gedaan. En toen zeiden ze, zijn prima voorstellen, ga ik volgende week uitvoeren, indienen. Nooit iets gebeurd. Maar valt dit zo te transponeren naar Rijkswaterstaat en aanverwante autoriteiten? Nee, toch? Nee, het probleem is, iedereen is in een parlementaire democratie van iedereen afhankelijk. Dus je kunt geen beslissingen nemen zonder daar uiteindelijk 15 miljoen mensen bij te betrekken. Maar jij was al teleurgesteld dus in die parlementaire democratie voordat al dit begon. Wie niet? Nee, maar goed. Maar je denkt dat deze evacuatie nog meer vertrouwen zal wegnemen? Ja. 19 jaar geleden is al op goede gronden besloten om de dijken te verzwaren. Er is 19 jaar lang niets gebeurd. Wat ga je een schade claimen voor? Hoe gaat het nou? Je gaat terug over een paar dagen. Mm-hmm. Je hebt kosten gemaakt. Mm-hmm. Wat ga je daarmee doen? Bij wie kun je dat indienen? Interesseert me geen moer. Ik wil weg. Ik ga verhuizen. Verhuizen nu? Ja. Is dat niet een beetje drastisch? Ja. Maar waarom? Ik heb geen zin dit gezeik twee keer mee te maken. Denk je dat het nog een keer dan gaat gebeuren? Waarom niet? Ik heb het herhaaldelijk meegemaakt. Wat heb je herhaaldelijk meegemaakt? Watersnood 53, hoge waterstand 88, het gedoe vorig jaar, het gedoe nu. Ik heb er geen zin meer in. Ik ga naar gebied hoog en droog. Mm-hmm. Flatje in Utrecht? Bijvoorbeeld. Mm. En denk je dat meer mensen dat gaan doen? Dat er een soort... Ja. Dat dit toch iets dramatisch is? Ja, ik sprak vanmiddag een makelaar. Die zei, je moet je huis niet te koop zetten. Het brengt niks op. Want iedereen gaat weg. Want ze zijn bang voor Culemborg. Oh. Je moet minstens een half jaar wachten. Dan is de angst weg en dan kun je het misschien leuk verkopen. Maar denk je dat er nog veel meer mensen weggaan uit Culemborg? Ja. Hoe weet je dat dan? Is op de buis geweest, uitvoerig. Mensen zeggen, het is nu mooi geweest, ga weg. Maar dat is toch wel een enorme capitulatie. Je kan er beter zorgen dat die dijken wat hoger worden. Dan moet je hetzelfde doen dan? Nou ja, je zou toch ook ietsje meer vertrouwen kunnen stellen in de politiek en je daarmee gaan bemoeien? Ik heb daar geen zin in. Vertrouwen in de politiek. Het RSV-schandaal, het weerschandaal, het WHO-schandaal, het werkloosheidsschandaal. Het is toch één opeenstapeling van schandalen. Ja, maar de ene... Ook...